Ik ben Sephora, ik ben 15 jaar oud en mijn school is hier in Woolwich Sint-Pieters. Eigenlijk gewoon in een centrum in Woolwich in Vlaamrechtse. En daar, we zijn daar eigenlijk omdat we een financiële probleem hebben. We moeten zo van huis kopen, je huis betalen en zo, in, ja, huren en zo. Mijn mama heeft niet genoeg geld om dit te betalen, dus daarom was we buiten thuis gezeten. En nu wonen we nu in een centrum van Sint-Lambrechtse. In een centrum worden verschillende activiteiten gemaakt door de huis van de mens. En ik ben nooit meegegaan, want ik vond dat eigenlijk niet interessant. En op een dag ze vroeg me om mee te gaan helpen met kinderen. En ik vind het tof om met kinderen te werken. Ik ben ook vaak met mijn broertje van 3 jaar, dus voilà. En ik zei zo, ja, ik ga een keer mee doen om te zien wat het eigenlijk is. En ik ben daar gegaan. Ik heb Yasmina van Huis van de Mens van Brussel ontmoet. En daar hebben we allerlei spelletjes gedaan, met mijn kinderen gespeeld, van alles gedaan. Ik doe sociale technische wetenschappen, omdat ik vind het eigenlijk tof om met in het sociaal te komen, met andere mensen in contact te leggen met kinderen. En ja, ik zou ook heel graag hetzelfde werk doen zoals Yasmina, ja, want dat is sociaal. En dat vind ik ook super tof om het te doen. Dat is stress aan wachten.